Meneer Van Houwelingen. Ja, dank u wel, voorzitter. De vraag die wij hebben, wij zijn in de memory van toelichting staat dat mogelijk het een uitzonderingsgrond zou kunnen worden. Als je wel of niet gevaccineerd bent, de heer Paternotte stuurt ook op aan met zijn abonnement. Wij komen eigenlijk met een tegenovergesteld abonnement, een nummer 15, om dat dus te voorkomen. En stel nu dat het een uitzonderingsgrond wordt. En u bent tegen, dat zegt u, dat is fijn om te horen, dat u ook tegen indirecte vaccinatieplicht bent. En ja, ik probeer eigenlijk al maanden te achterhalen, wanneer is er sprake van vaccinatiedrang? Dus om een heel concreet voorbeeld te geven, ik vond een goed voorbeeld van de heer Quint zojuist. Stel dat je wilt terugvliegen vanuit Parijs met een groep vrienden en je wil een festival bezoeken in Amsterdam, een weekendtrip. En er is een uitzonderingscategorie voor de gevaccineerden. Dat zou kunnen gaan gebeuren. Nou, dan kan je vrienden kunnen naartoe, maar jij kan er niet naartoe, want jij moet dan een week of twee weken in quarantaine. Dus volgens ons is het dan sprake van vaccinatiedrang. En dat is mijn vraag, hoe kijkt de minister daar tegenaan? Dank u wel. Ik heb per ongeluk het blokje in tweeën geknipt. Ja. Maar ik zal de leden die zich tot nu toe hebben gemeld het woord geven en dan de minister verzoeken om weer door te gaan. Ja. Ik vind dit een goede vraag, want dan kunnen we het ook heel precies maken. Kijk, nou juist in dit voorbeeld denk ik nou juist dat er geen sprake is van vaccinatiedrang. Ook niet van een indirecte vaccinatieplicht of zo. Sommige mensen betogen dat, maar dat denk ik eerlijk gezegd niet. Want er is namelijk een heel goed alternatief. Er is geen noodzaak om jezelf te moeten vaccineren. Zelfs geen noodzaak om te moeten bewijzen dat je gevaccineerd bent, als je met je vrienden naar dat concert wilt. Want je kunt er waarschijnlijk ook met toegangstesten terecht. En in dit geval, in het bestek van dit wetsvoorstel, geldt op dat moment voor jou de quarantaineplicht van die 5 dagen. Maar dat maakt het voor jou niet onmogelijk om niettemin die trip te maken met die vrienden van je. En overigens is het sowieso een heel goed idee om jezelf wel te laten vaccineren. In heel veel opzichten. Dat zal ik ook alle dagen blijven betogen. Maar daar geldt geen verplichting. Daar gaat ook geen indirecte verplichting van uit. Want er is namelijk een alternatief. Bij toegangstesten is er een alternatief. Bij de quarantaineplicht is er een alternatief, want die quarantaineplicht die kun je gewoon naleven en dan is er helemaal niets aan de hand. Meneer Van Houwelingen. Ja, dank, maar dat zou het zou kunnen betekenen, bent u dan met me eens, dat in het ergste geval, laat ik het dan maar zo zeggen, dat je 2 weken eerder voor je weekendtrip op reis moet. Je moet 2 weken in quarantaine zitten. En voor ons is dat toch, dan kun je dat niet doen. Ja, voor ons is dat, kom je dan niet lichter drang, voor ons is dat zelfs zwaar drang. Oké, dat is dus de afweging die wij maken. Daarom komen we met het abonnement. Maar volgens u, ik vind het wel heel interessant te horen, is dat nog niet drang? Want je kunt inderdaad, je kunt ook 3 weken, je kunt een maand eerder op reis gaan. Dat kan ook. Je kunt ook, maar dat. De minister. Nee, volgens mij geldt hier telkens een proportionaliteitsweging. En zo versta ik ook de heer Paternotte en versta ik ook mevrouw Kuiken. En de proportionaliteitsweging is hier. Het is belangrijk om dat virus onder controle te houden, daarom de quarantaineplicht. Maar stel je nou eens voor dat je als gevaccineerde eigenlijk bijna geen rol meer speelt in de verspreiding ervan. Is het dan fair, is het dan proportioneel om generiek die quarantaineplicht te laten gelden? Of zou je daar dan voor mensen die gevaccineerd zijn een uitzondering op kunnen maken? Ik denk, ja, dat moet je zelfs willen doen, want dat vereist namelijk de proportionaliteitsweging. Hetzelfde geldt bij toegangstesten, in beginsel een toegangstest, maar stel dat een vaccin een vergelijkbaar alternatief zou geven, vergelijkbaar in de zin van dezelfde mate van een geringe rol spelen bij de verspreiding als iemand die negatief getest is, dan schrijft denk ik de proportionaliteitsnoodzaak, die schrijft voor dat je dan openstaat voor een vaccinatiebewijs als alternatief voor een negatief testbewijs. Dus het is telkens de proportionaliteitsafweging die het pleidooi om een vaccinatiebewijs als alternatief te gebruiken, denk ik, gewoon reëel maakt. En u draait hem om. U zegt, ja, maar dat betekent dus dat als je gevaccineerd bent, dat je minder dingen hoeft dan als je niet gevaccineerd bent. Ja, dat klopt in zoverre dat als dat inderdaad een vergelijkbaar alternatief geeft, ja, dat het dan zelfs raar zou zijn om alsnog dan van iemand een negatieve testverklaring te vragen. Want dat is namelijk een meer invasieve medische handeling die je dan zou voorschrijven. Dat zou gek zijn. In de redeneerlijn zou dat gek zijn. Meneer Van Houwelingen. Inderdaad, dat zegt u goed. Wij draaien hem om. Wij bekijken het vanuit de positie van degene die dus. Want er zijn eenmaal mensen, of dat het leuk vindt of niet, die niet gevaccineerd willen worden. En die daar een principieel bezwaar tegen hebben. Dat wegen wij heel zwaar. En stel dat die mensen dus wel bijvoorbeeld op die weekendtrip willen of wat dan ook. Dan komen ze dus in een situatie te zitten. En hier begint het als het ware. Komen ze in een situatie te zitten dat ze dus. Ja, in onze ogen dat niet redelijkerwijs meer kunt doen. Ja, of je moet bijvoorbeeld 2,5 maand eerder vertrekken, maar dat zal dan niet gebeuren. En dat zal dan wellicht steeds meer gaan gebeuren.
En voor ons is dat dus het punt. Voor die mensen komen in die situatie te zitten, die dat bijvoorbeeld principieel een vaccin niet willen, van indirect, in onze ogen, van indirecte vaccinatiedrang. En dat is ook iets wat het kabinet niet wil. Dus, maar oké, okay, als ik u goed begrijp, zegt u van ja, dat is eigenlijk geen indirecte drang, want je kan ook een half maand eerder op reis. Ja, je kunt altijd natuurlijk onderuit komen, maar op een gegeven moment wordt het zo belemmerend, dat het is natuurlijk geen plicht, inderdaad, dat is het niet, maar het wordt wel drang. Ja, zo wegen wij het af. Ik zie hier ook gewoon een verschil van mening. Dat klopt. De minister dus. Dat klopt. Hier is echt een verschil van mening. Kijk, wat ik niet wil, is dat we boven de markt zouden laten hangen dat er mogelijkerwijs een vaccinatieplicht komt en ook geen indirect. En waarom ben ik daar zo drammerig in, zou ik bijna willen zeggen? Omdat ik weet dat de suggestie alleen al maakt dat de vaccinatiebereidheid afneemt. Dus als mensen horen, misschien moet het straks wel van de overheid, willen ze minder. En we zijn afhankelijk met elkaar van een vaccinatiebereidheid die hoog is, omdat dat bepaalt hoe hoog de vaccinatiegraad straks wordt. En dat helpt ons allemaal uit deze crisis. Dus iedere keer dat de suggestie op tafel komt te liggen van een mogelijke vaccinatieplicht, zal ik degene zijn, en ik hoop wij allemaal, om te zeggen nee, dat gaan we niet doen. Ook niet een beetje. Twee is dat het denk ik altijd onze opdracht is om zo proportioneel mogelijk maatregelen te treffen. En als een vaccinatiebewijs als alternatief voor een negatieve testverklaring, of een vaccinatiebewijs als alternatief voor een quarantaineplicht, nou de meer proportionele optie is, waardoor een invasieve medische handeling als het laten testen van iemand niet meer nodig is, of waardoor een vrijheidsbeneming, als je het heel erg zwaar formuleert, zoals de quarantaineplicht de facto is, niet meer nodig is, dan is dat de meer proportionele optie. Moet je daar dus altijd voor willen kiezen. Maar wat niet kan, is dat mensen verplicht worden zich te laten vaccineren om überhaupt deel te kunnen nemen aan de samenleving. Dat kan natuurlijk niet. En zelfs niet dat mensen worden verplicht om te bewijzen dat ze gevaccineerd zijn. Dat kan ook niet. Dus die verplichting, daar moeten we altijd keen op zijn, dat we die nooit impliciet of expliciet opleggen. Dank u wel. Ja, u komt hier beide niet uit. U krijgt nog een keer het woord, maar u komt hier heel kort, niet uit. Ja, inderdaad, verschillen van mening. Volgens ons is hier wel sprake dus van, in dit vele concrete voorbeeld, van indirecte vaccinatiedrang. Dat het daar eindigt. Maar ja. Duidelijk, en de minister is daarmee. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had mijn vinger ook opgestoken bij vragen, maar dat heeft u waarschijnlijk niet gezien. Maar dat is niet erg. We krijgen nu de kans. Ik had een vraag over, is deze wet eindig of wordt hier verlengd? Ik hoorde de minister zeggen dat afzonderlijk bij elke verlenging de noodzaak aan de Kamer dan wordt voorgelegd. En misschien niet helemaal generiek, maar misschien wel in delen. Ik vraag me af, kun je niet gewoon zeggen, deze wet is eindig op, ik noem maar even een datum, 1 augustus, dan stopt het. En dan uitgaan van het principe, niet van het principe nee mits, maar van het principe ja tenzij. Ja, duidelijk, meneer minister. In de techniek, want ik snap goed wat mevrouw van der Plas beoogt. In de techniek hangt hij nu samen met de lengte van de duur van de tijdelijke wet. En de duur van de tijdelijke wet, die moet telkens, als die wordt verlengd, moet ik dat beargumenteerd voorleggen aan de Kamer met ook een advies van de Raad van State. Dat is telkens voor 3 maanden. En waar ik zojuist op inging, dat was de mogelijkheid dat, dus dat is sowieso de expiratiedatum, dus de einddatum van ook dit tijdelijke wetsvoorstel, want hij hangt namelijk samen met de tijdelijke wet maatregelen COVID-19. Stelt u zich eens voor de situatie waarbij eigenlijk die tijdelijke wet, daar is eigenlijk dan geen grond meer voor. Dat zou kunnen, hè, dat heel veel ingrijpende maatregelen in Nederland bijvoorbeeld, over de mondkapjes of de 1,5 meter, er is eigenlijk helemaal geen grondslag meer voor, stel. Maar die quarantaineplicht zou je eigenlijk wel willen hebben, juist met oog op de mutatie, een beetje het verhaal van mevrouw Kuiken. Ja, dan zou ik op zoek moeten naar een nieuwe grondslag, de Kamer van die nieuwe grondslag moeten overtuigen. En dat zou dan gewoon in de wet publieke gezondheid kunnen zijn. Dat je zegt, nou ja, als we hem langer nodig hebben en we hebben juist de tijdelijke wet niet meer nodig, dan moet die vallen onder bijvoorbeeld de WPG, de Wet Publieke Gezondheid. Dan moet ik daar een apart haakje voor creëren. Kortom, altijd heeft uw Kamer een C in willen we dat die langer duurt dan strikt genomen noodzakelijk. En telkens zal ik moeten beargumenteren wat dan noodzakelijk is. En er is een amendement ingediend op die wet, op die tijdelijke wetmaatregelen, dat als ik een verlengingsbesluit voorleg, dat ik dan ook een advies aan de Raad van State moet vragen. Die ziet nou juist op die proportionaliteit. En dat zal dus ook bij het verlengingsbesluit wat aanstaande is, zal ik dat dus doen. En dan
Is het ook aan de Raad van State om mee te wegen wat de proportionaliteit eigenlijk is van het verlengen van deze maatregelen? Mevrouw van der Plas. Goed, dan dus begrijp ik hieruit even kort samenvattend dat het ja tenzij principe hier al geldt. De minister, ja of nee? Ik denk eerder nee tenzij, eerlijk gezegd. Ja. Dus het is nee tenzij, dus het is niet langer dan strikt noodzakelijk is, tenzij. Nee, ja, ik bedoelde eigenlijk van, kun je niet zeggen, hè, op 1 augustus stopt het. Nee, dat kunnen we niet. Mits er of ja, ben ik zelf helemaal in de war. Ja. Ik denk dat precies. Ja, dit is het moment waarop we de heer Quint dat het automatisch en stop. Tenzij. Het is allemaal vervalt tenzij die verlengd wordt, zegt mevrouw de Vries, en dat is helemaal waar. Hij vervalt tenzij die verlengd wordt. Ja, exact. Hij vervalt wat zijn die verlengd wordt, ja of nee? Ja. Hij vervalt tenzij die verlengd wordt. Oké. Okay. Meneer Van Houwelingen heeft zich nog gemeld. Volgens mij had ze een excuses, sorry, nog een keer mevrouw van der Plas. We bemoeien ons er allemaal mee. Ik had inderdaad... dan had ik inderdaad nog een vraag over de quarantainecoaches. Misschien heb ik het niet helemaal goed begrepen hoor, dat kan heel goed. Als mensen dan hun hond uitlaten, de hondenuitlaatmomenten, ik vond het een mooi Scrabble-woord. Kunnen mensen dat dan doen zonder bekeurd te worden? Of moeten ze dan, hebben ze dan iemand die dat voor hun doet? En hoe ziet dat dan er precies uit? Want dat is me eigenlijk een klein beetje ontgaan in de weerwaar. De minister. Ja, dat laatste eigenlijk. Hè. Dus het aanbod is er voor vrijwilligers. Stel dat mensen bijvoorbeeld zeggen, nou ja, ik weet echt niet hoe ik dan de kinderen naar school moet brengen. Want mijn ouders wonen ver weg en mijn broers en zussen wonen niet in de buurt en de buurvrouw is ziek, et cetera. Dan kunnen die vrijwilligers van het Rode Kruis kunnen zeggen, nou dat is prima, dan komen wij toch even de kinderen naar school brengen. En dan brengen we ze 's middags ook weer thuis. Nou, dat is een mogelijkheid. Wat ook gebeurt is dat men zegt, ja, ik wil best wel in quarantaine, maar die hond die moet toch echt uitgelaten worden. Nou, ook daarvoor, als de buurvrouw dat niet kan of de buurman dat niet kan, kan het Rode Kruis een ondersteuning bieden. Als het gezin überhaupt geen idee heeft hoe je überhaupt de quarantaine zou moeten vormgeven, want ingewikkeld, dat is het moment waarop die quarantainecoaches kunnen helpen. En gewoon kunnen helpen met meedenken van hoe zou je alsnog aan je quarantaineverplichting kunnen voldoen. Dus dat ondersteuningsaanbod bestaat en daar wordt gedifferentieerd gebruik van gemaakt, laat ik het zo zeggen. Maar het ondersteuningsaanbod bestaat in ieder geval. Meneer Van Houwelingen. Ja, nog even een aanvulling op de vraag van mevrouw van der Plas. Wij hebben begrepen van bureau wetgeving dat er sprake is van lichte voorrang. Als het gaat om, daarom heb ik al een abonnement ingediend om daar zware voorrang van te maken, als het gaat om de verlenging van de coronamaatregelen. Dus misschien dat de minister daarop in kan gaan, want het is dan toch verwarrend. De minister. Ik weet niet precies wat u bedoelt. Kijk, als het gaat over de maatregelen, de TWM-maatregelen, dan hangen we de maatregelen voordat ze ingaan. En de Kamer heeft dan altijd de mogelijkheid, dat is de 7 dagen mogelijkheid, om te zeggen, ja, maar dat gaat zomaar niet, daar gaan we eerst een debat over hebben. Dan kan je per motie, kan de Kamer de voorgestelde maatregelen verwerpen bijvoorbeeld. En dat is, meen ik, gewoon een vrij zware voorgangprocedure. Want de maatregelen gaan niet in dan nadat de Kamer daarover heeft kunnen spreken. Meneer Van Houwelingen. Ja, maar als ik het goed begrijp, nogmaals, ik ben geen jurist, maar een motie kan de regering naast zich neerleggen. Dus wij hebben dus een amendement daarom gemaakt, nummer 14, misschien dat u daarnaar kan kijken, om daar dus zware voorrang van te maken. Dus ik ben ook benieuwd of u dat kan steunen. Dus amendement nummer 14, daar gaat het over. Ja, ik stel voor dat de minister op het einde nog even want anders gaan we dat ook allemaal dubbel en driedubbel en door elkaar heen doen. Ik doe het voorstel dat we de appreciatie van de amendementen aan het einde van de eerste termijn doen. Ja. En dan allemaal achter elkaar.